Wat houden die 12 stappen kort gezegd in? Kort gezegd is het, word eerlijk, open en bereidwillig. Die drie dingen waren voor mij een onmogelijkheid om te zijn. Open was ik nooit, bereidwillig, dat vond ik echt heel moeilijk. Maar eerlijk kon ik sowieso niet zijn. Ik was altijd eigenlijk oneerlijk. In het ergste van mijn gebruik, als iemand mij vroeg hoe laat het was, loog ik daarover. Maar in mijn leven had ik altijd wel de neiging om dingen aan te dikken of dingen weg te laten als het mij beter uitkwam. Om net iets toe te voegen aan een verhaal, om het mooier te maken. Dat heb je daar leren zien? Dat heb ik daar leren zien. Ja, terwijl ik dat deed, was ik me dat echt niet bewust. Het allerbelangrijkste wat ik moest leren was eerlijk zijn tegen mezelf. Want als ik niet eerlijk kon zijn tegen mezelf, dan kon ik ook niet eerlijk zijn tegen een ander. Als ik niet van mezelf kon houden, kon ik ook gewoon nooit echt van een ander houden. Dat was voor mij heel belangrijk. Hoe belangrijk was dat wij wat daar plaatsvond in die meeting? Heel erg belangrijk. Ten eerste, je hebt het over die meetings. We gingen naar meetings buiten het kasteel. Ik zat in een kasteel, dat noemde het kasteel. Buiten het kasteel. Wat heel belangrijk was voor mij is dat ik daar mensen zag die hetzelfde probleem hadden als ik. Maar die wel eerlijk en open daarover konden praten. Niet alleen over hun verslaving, maar ook over hun gevoel en hun angsten en hun verdriet en hun pijn. En dat kon ik niet. En dat heb ik geleerd om te doen. Eerst door stapje voor stapje, maar gewoon een stukje informatie te geven van de dingen die ik gedaan had of dacht of wilde doen. Maar later, ook nadat ik weg was uit Schotland, gewoon door bepaalde rituelen iedere dag uit te voeren. En een van de rituelen is 's ochtends bid ik en 's avonds bid ik en ik maak een dankbaarheidslijstje van die dag. En ik maak een lijstje op van mensen die ik die dag misschien wel eens een keertje gekrenkt zou kunnen hebben. Of als ik gelogen heb en dan ga ik de dag daarna dat goed maken met ze en dan ga ik ze opbellen. En op het moment dat ik dat zeg, denk ik, ja, dat klinkt heel wazig, maar voor mij is het heel belangrijk. En voor mij is het heel belangrijk dat ik geen schuldgevoel heb, geen schaamte. Maar vooral dat ik, als ik in de spiegel kijk, dat ik denk, ah, het is wel oké. Weet je, het is niet meer, je bent niet meer een lul. Vroeger keek ik in de spiegel, dacht ik, oh, wat heb je nou weer gedaan vandaag? En als ik 's ochtends wakker word en ik heb geen spijt van gisteren, dan heb ik het gisteren kennelijk wel goed gedaan. En dan hoef ik vandaag niet zoveel zorgen. Als ik vandaag dan weer mijn best doe, hoef ik ook niet bang te zijn voor morgen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Die angst is weg. In het begin was er heel veel hoop. Hoop op dat het beter zou worden. Dat ik heel graag, ik wilde heel graag dingen. Geen materiële dingen, maar ik wilde heel graag gevoelens hebben in mijn leven die ik niet kende. En ik wilde heel graag wat die therapeut had. Dat was mijn hoop. De angst was dat ik het niet zou kunnen bereiken. Dus de hoop, de wanhoop die ik had toen ik erin kwam, die veranderde in hoop. Natuurlijk wel in het begin gepaardgaande met een hoop angst. Maar die angst ebte steeds meer weg naarmate ik bleef doen wat zij zeiden dat ik moest doen. Je bent nu clean. Ja. Het nieuwe leven zou kunnen beginnen. Maar... Ja, eigenlijk is er geen maar. Het nieuwe leven is begonnen. Ik geniet van elke dag die ik nu heb. Ik heb 6 maanden geleden te horen gekregen dat ik nog een jaar te leven zou hebben. Ik heb longkanker. Dus dat was wel even een dompertje op de feestvreugde, zeg maar. Want ik was inderdaad, zoals jij het zegt, klaar voor een nieuw begin. Ik had al een baan aangeboden gekregen. Ik had alle mensen weer terug in mijn leven die ik van me had afgestoten. Mijn dochtertje, Marlotte, die kwam weer terug in mijn leven. En toen kwam de mededeling, ja, je gaat daar niet zo erg lang meer van genieten, want je bent ernstig ziek en je gaat dood. En dat was een moment waarop ik dacht, ja, Jezus Christus, en nu dan? Zal ik dan maar gaan gebruiken? Maar ik wist op hetzelfde moment eigenlijk dat als ik dat zou doen, dat ik dan eenzaam dood zou gaan. En ik was eigenlijk voor het eerst van mijn leven niet meer eenzaam. Dat gevoel, dat wilde ik niet meer kwijtraken. En ik wist dat als ik het zou gaan gebruiken, dat ik dan overmorgen eenzaam zou zijn. Dat ik eenzaam dood zou gaan. En ik ben sinds die tijd nog steeds niet eenzaam. Ik ben alleen, ik heb een hond. En ik heb geen relatie. Maar ik heb heel veel dingen in mijn leven die ik niet had toen ik gebruikte. Maar ook daarvoor niet. Weet je, ik ben mijn hele leven al een verslaafde geweest in gedrag. Wat bedoel je daarmee? Nou, de drie dingen open, eerlijk en bereidwillig, dat ben ik mijn hele leven nooit geweest.
waardoor ik dus ook in gedrag als een verslaafde leefde. Het enige wat ik niet deed was de substantie tot mij nemen die ik later wel deed. Maar door mijn gedrag en mijn zelfdestructie was het bound to happen. Ik bedoel, het zou ooit gebeuren en het is gebeurd. Ik was op een weg waar aan het einde in mijn geval stond verslaving. En die weg heb ik gevolgd en daar ben ik geëindigd. En aan het einde van die weg was ik zo eenzaam en was de wanhoop zo groot dat ik wist toen ik hoorde dat ik kanker had, daar wil ik niet naar terug. Er is alles wat ik niet wil, maar daar wil ik niet meer naar terug.